naam is Anne Schiphorst en ik werk bij de gemeente Zaanstad en ik coördineer de Zaanse eilanden. Dat betekent dat ik een eerste aanspreekpunt ben voor iedereen die geïnteresseerd is in een kavel. Er zijn kavels mogelijk van minimaal 5,40 meter breed en dan in stappen van 60 centimeter kunnen de kavels breder naar wens worden gemaakt. Natuurlijk afhankelijk van ieders woonwens en van ieders budget. Op basis van de individuele woonwens van de zelfbouwer helpen wij bij het financieel in kaart brengen wat er wel en wat er niet mogelijk is. Het is mijn doel om de koper zo goed mogelijk te begeleiden in het proces tot aan de bouw van hun woning. We houden ook maandelijks een kopersoverleg waarbij de kopers elkaar kunnen ontmoeten. Waar wij als gemeente informatie vertellen, bijvoorbeeld over duurzaam energiegebruik, maar ook technische aspecten die aan bod komen. Op de Zaanse eilanden wordt voor de vrije kavels gebruik gemaakt van een kavelpaspoort. Wat een kavelpaspoort precies is, vertelt stedenbouwkundige Jan Brouwer. Nou, een kavelpaspoort zijn afspraken tussen de gemeente die de kavel verkoopt en degene die gaat bouwen. De dingen die spreken van zich, van hoe hoog je mag bouwen, tot welke grens, hoe ver je van de straat af moet blijven, hoe ver je naar achteren mag bouwen, dat is allemaal heel helder. En het bijzondere van het kavelpaspoort hier is, en van heel Inverdam, is dat we willen dat je iets met de Zaanse taal doet. De Zaanse taal zit in beelden, maar zit ook in kleuren. Dat monumentengroen, het hele donkere groen van de Zaanse Schans, die je ook in de Amsterdamse grachtpanden ziet, dat is maar één van de kleuren. De rijkdom is veel groter. We hebben ons best gedaan dat de kavelpaspoort zo dun mogelijk is, dat het essentie samenvat. Het zit eigenlijk gewoon een paar A4'tjes, er staat alles waar je aan moet houden.